nu aangekomen bij meneer Botai, Botai Wambigimang. En Botai is een van de pioniers van de Surinaamse radio en televisie. U ziet een gesprek met Glenn Godfried. En het is een beetje een emotioneel gesprek. En meneer Botai is net herstellende van een ziekte, net uit het ziekenhuis. Dus hier en daar heeft hij wat moeite met deze interview, met dit interview. En hij vond het toch belangrijk om dit interview af te geven aan ons. Dus ik wens u toch veel kijkplezier. En als er reacties zijn, u weet het, 06-22-48-5786. Ja, kijkers, we zitten nu in de studio bij Botai. Botai is een van onze Surinamers waar we trots over mogen spreken, omdat hij een van onze pioniers is in het maken van radio, in televisie en natuurlijk ook de Surinaamse muziek. En we zijn gewoon heel erg trots op de heer Botai. Meneer Botai, ik wil u een paar dingen vragen. U, pa Botai, je kwam in 1972 en u hebt hier eerst gewerkt, neem ik aan. Ja, bij Kinkhoren. Kinkhoren. Als een vrachtwagenchauffeur. Ja. En van hun heb ik gehoord dat we moeten verhuizen van Amsterdam-West naar Arnhem. Ja. Dan zeg ik, nee, ik ga niet. En die ene man zegt, ja, als je niet gaat, dan moet je contact nemen. Toen heb ik contact genomen en ik ben naar Kalionzet, heb ik een zaak opgericht. Een plaatszaag, later een kapsalon en een kapsalon. En later ben ik verhuisd. Ik heb het gehuurd voor mijn neef. En ik ben naar radio gegaan. Want ik hoorde die man praten op de radio, maar alleen Nederlands. Dus ik zeg, nee, die oude mensen, ze voelen zich niet. Dus die mensen die dat doet, negeren die Surinamers. En ik vind het niet leuk, dus ik wou een radiojournaal oprichten om die mensen radiojournaal om Surinaamse taal te spreken. Ja, ik wil het toch een beetje hebben over de muziek, omdat ik tenminste, ik vind dat u toch een van de pioniers bent geweest ten aanzien van de Surinaamse muziek in Nederland. Hoe is die tijd voor u geweest? Wel, gewoon normaal is die tijd geweest, want ik heb heel Nederland gespeeld. Maar ik bedoel, u hebt toch de Nederlandse samenleving kennis laten maken met het Surinaamse. Surinaamse muziek, want ik ben zelf componist. Oh, ja. Ik heb één ding gevraagd naar die mensen die hier woonden, dus de Surinamers die hier woonden, ze kennen mij. Dus ik heb ze gevraagd om waar moet ik naartoe, wat moet ik doen. En ze hebben me uitgelegd dat ik moet naar kunstenaar zijn. Ik moet bij Stemma Buma zijn voor als je een plaat hebt gemaakt, als je een lied hebt geschreven, dan mag je bij je Buma Stemma zijn om daar je muziek te registreren. Oh, ik denk aan, als ik denk aan muziekpioniers, iemand van uw tijd denk ik dan, een Lieve Hugo. Ik bedoel, u was ook in die tijd bezig, tenminste dat neem ik aan. Feitelijk heb ik Lieve Hugo op de muziek gebracht. Ik heb die man leren zitten op mijn in Suriname hoor, niet hier in Nederland. In Suriname heb ik die man laten spelen, de manier hoe hij speelt in Suriname voor de mensen. Dus Lieve Hugo heb ik gebracht naar het whiteboard. Men zegt vaak van Lieve Hugo is de king of Kaseko. Bent u die mening ook toegedaan? Ja, hij kan wel zingen. Hij heeft een goede stem. Hij kan wel zingen. Hij is king of Kaseko inderdaad.
Want hij kan heeft, zeggen, ik en die man, wij lopen samen. Ja. En ik kan haar aan zijn huis, zijn moederhuis. So, dus die man was de hele dag zelf. Ik heb ruzie gehad met mijn vader. Want mijn vader had een nieuwe wagen van me gekocht. En hij zegt, waarom kan ik niet geen taxi rijden? Ik zeg, nee, ik heb geen tijd voor, want ik moet zoveel doen. En ik was boos, mijn vader wil me slaan. En toen ben ik weggegaan. Hij heeft niet meer van me gehoord. Totdat ik naar Frans-Guyana, want ik heb was boot, de naam was boot, gegeven. Toen ik in Frans-Guyana was. Dus ik ben teruggegaan. Maar de manier waarop was boot ging spelen in Guyana. Yeah. Heb ik veel van geleerd, zelf van Sparrow. Yeah. Ik heb geleerd, dus ik heb de naam Wasboot onthouden. Want Wasboot is een wasplank. Yeah. Dus we spelen van alles. Yeah. Alles spelen we. En de hedendaagse Surinaamse muziek. Vindt u dat de Surinaamse muziek vooruit is gegaan? Of zegt u van, ik ben niet helemaal tevreden met, ik vind de ontwikkeling. Wat vindt u van de ontwikkeling? Heeft de Surinaamse muziek toch een stukje vooruit aangekend? Ja. De Surinaamse muziek is vooruit gekomen. Omdat die maken moeite voor de Surinaamse muziek. Dus het is wel iets hoger gekomen. Want ik praat omdat ik zelf componist ben. Ik schrijf zelf liederen. Dus ik kan zeggen dat ze hebben goede dingen gedaan voor de Surinaamse muziek. We gaan nu eigenlijk gaan praten over, u bent toen ontslagen in der tijd. Ja, dus ik was werkzaam bij Kinkoren. Toen ben ik naar mijn zaken, dus ik heb hem ontslag genomen. En die man die zei dat ik moet tekenen. Ik moet geld ontvangen van mijn pensioen, van mijn ouderdom. Dat heb ik gedaan. En hij heeft me, dus momenteel ben ik een pensioen. Hoe noem je dat? Pensioengerechtigde. Ik ben een pensioengerechtigde. Dus ik blijf doen voor de Surinamers. Ja. U zei daarnet van, u bent begonnen met radio omdat u het gevoel had dat Surinamers genegeerd werden. Daarom bent u begonnen met radio maken voor Surinamers. Ja, zo is het. Ja. Want ik vind dat die mensen geen Surinaams praten. Dus ik heb radio zo opgericht met Surinaamse woorden. Maar wat vindt u zelf? Vindt u nu dat de Nederlandse samenleving, of tenminste het multiculturele gedeelte van Amsterdam, vindt u dat ze nu toch rekening houden met pre-Surinamers? Ja, dat moet inderdaad gebeuren, maar dat gebeurt niet. Ze willen alles, en dat is een slavernij, alles moeten we doen wat ze willen. Maar ik zeg, je hebt een paar Nederlanders die, want ik geef ook Surinaamse les. Je hebt een paar Nederlanders die komen om Surinaamse les te volgen. Oh, maar u bent nog steeds actief met een radio Suriname. Ik heb begrepen dat er een paar problemen waren. Ik hoop dat die nu uit de wereld zijn geholpen. Hoe zit het nu met Radio Suriname precies? Radio Suriname is een beetje, niet Radio Suriname, maar ik ben persoonlijk kwaad over Surinamers die naar Nederland komen om hun papier. En ze praten allerlei stomme dingen. Want ik zal het zeggen. De manier waarop die mensen hier in Nederland praten over Suriname. Ze praten alles in hun rechten. Ze praten niet de rechten van Suriname. Oké, maar u hebt natuurlijk ook de bedoeling om een Radio Suriname verder uit te dragen. U bent ook bezig met televisie, neem ik aan. Hoe zit het met die ontwikkelingen? Wel, televisie ben ik er mee, want
een Surinamer. Die kan alles van mij noteren. Dus ik ben boos. Ik zet er geen televisie meer uit. Ik heb mensen gestuurd naar Suriname om voor mij dingen op te nemen. Dat doen ze niet. Dus ik ben gestopt met de televisie. Ik ben bezig met radio. Ja, u bent dus eigenlijk teleurgesteld. Ja, teleurgesteld met door Surinamers. Maar ik zou het jammer vinden als u zou stoppen. Is er geen enkele manier om u toch te motiveren om door te gaan met dit goede werk voor onze mensen, voor Surinamers? Ik help veel mensen wat dat betreft. Help ik veel Surinamers om radio te maken en tv te doen. Maar het hangt van die mensen zelf. Ja. U hebt nu op dit moment ook uitzendingen. Waaruit bestaan uw programma's precies bij Radio Srena? Bij Overlijn is bereikt. Advertentie. En noem maar op. Als we feest hebben in Suriname, dan zeggen we gewoon dat we feest hadden. En ook ik kan ze niet allemaal tellen, maar ik heb veel. Muziek voor jongen en ouderen. Muziek voor jongen en ouderen. En interessant programma van informatie. Van informatie. En nu schrijven wij ook een Suriname. Voor de Surinamers hier in Nederland. En dat zijn zaken die u nog steeds belangrijk vindt. Ja, ik vind ze wel belangrijk. Ja. Vooral nieuws. Ja. En wat ik verder wilde vragen, want hoe uw betrokkenheid met het gebeuren in Suriname zelf. Hoe staat u daar tegenover Suriname? Wat ik heb gemerkt, wat in Suriname gebeurt, komt van buitenaf. Al die stakingen. Kom van buitenaf, al die brug wat ze hebben gemaakt, wat Surinaamse regering heeft gemaakt. Al die staking komt van buitenaf, want dat heb ik gemerkt. Ik heb het zelf gehoord op de Nederlandse radio, dus ik ben niet eens met ze. Ze hebben gezegd dat Suriname is valide verklaard. Het is niet waar. Suriname is rijk, meer dan Nederland zelf. Maar ze vinden Suriname zullen dat niet horen. En ook Hollanders willen dat niet horen. Ik ben van de Radio Suriname. Dus die dingen bemoei ik mee. En ik vind dat wij moeten oppassen met bepaalde dingen. Want wat wij doen dingen voor Surinamers. En dat is vreemd voor de Hollanders. U zegt, wij doen dingen voor Surinamers en dat is vreemd voor de Hollanders. Waarom zegt u dat? Ik zeg dat omdat de Surinamers geen niks hebben. Ze kunnen niet op radio komen, ze kunnen niet op tv komen. Dus ik doe dat voor de Surinamers. Ja. Maar je hebt tegenwoordig ook een ACTV, ik weet niet of dat u bekend is. Het is mij bekend, maar dingen wat u wilt zeggen, zijn ze af. Want ik had radio Kangatri had 2 uur van mij en ik heb AD5 uitgenodigd om tv te maken. Laat die mensen zien wat gebeurde, ze zijn er gekomen. Wat denkt u, wat zou eigenlijk als u programma's zou moeten maken voor Surinamers, omdat u ze dan zeg maar belangrijk vindt qua informatief of wat dan ook. Wat voor programma's zou u willen brengen om Surinamers toch bewust te maken voor de maatschappij waarin we leven? Nou, ik ben bezig met programma's te maken. Suriname in de ogen moest open. Ze moeten niet ogen sluiten voor wat die Hollanders zeggen. Want de Hollanders zijn zwaar tegen Suriname. De ene ligt meer dan de andere.
Dus ik wil de mensen, Surinaamse mensen, laten weten dat het niet waar is wat ze zeggen. Radio Kankan 3 is nu in de lucht. Je hebt Radio Maart. Je hebt Razo. Op een gegeven moment denk je van, er zijn zoveel Surinaamse zenders. Bent u tevreden over hetgeen ze brengen? Radio Maart is mijn neef, de voorzitter van. Daar ben ik eens. Maar Radio Maart, vroeger kende ik Radio Maart als een Hollandse station. Vele, ze praten alles in het Nederlands. En dat vind ik wel gek. Ik vind dat dus, als wat Surinamers zijn, moet je je eigen taal kunnen praten. Maar dat gebeurt niet. Maar nu gebeurt het wel door mijn neef, Normangie. Hoe heet die? Een Salto is degene die eigenlijk de zendtijd bemachtigt. Hoe is de samenwerking? Wel, ik werk met Salto. Want kijk, Pieter had het wel vroeger gedaan. En nu is Janneke bezig ermee. Het gaat goed. Want ik moest 25 gulden betalen omdat ik te laat mijn programma wil opgeven. En ik weet in ieder geval heb ik 50 gulden betaald. Dus ik vind dat Sato moet alles doen om ons te helpen wat dat betreft. Kijk, er gebeuren heel veel dingen bij Sato. Heel veel dingen, maar wat ze willen, dat doen ze. Wat ze willen, dat doen ze om ons, als het ware, in een hoek te klemmen. En vindt u dat we genoeg zendtijd krijgen? Vindt u dat we toch op een bepaalde manier gecensureerd worden? Hebt u daar klachten over? Ja, want ik wil... ik vraag niet veel, 3 uren per dag. Want ik krijg 2 uren maar. En 3 uren per dag is genoeg voor om alles te doen wat je wil doen. Niet alles, maar wat je wil doen. Ja. We praten dan over overlijdensberichten. U brengt het op een heel speciale Surinaamse manier. Hoe vinden mensen dat? Ik laat die mensen zelf uitroepen. Op de radio, ze moeten het zelf doen, want wij willen niet problemen hebben met die mensen. Dus we laten die mensen dat zelf doen. Ik denk dat we zo'n beetje het einde van deze interview met u gaan beëindigen. Natuurlijk, wij van SME TV hopen het allerbeste voor u. Hebt u nog iets dat u wil zeggen aan de mensen, de Surinamers hier in Nederland? U mag deze minuten gebruiken om het zelf te doen. Ja, wat ik wil doen, ik wil de Surinamers uitnodigen om te komen als we de iets is om te doen, dat de Surinamers moeten erbij zijn. Ze moeten niet laten voor ons radiostation. Nee, we moesten naar Den Haag. Ik ben geweest met mijn video en mijn cassette. Maar wat gebeurde? Die mensen zijn niet gekomen. Zo, meneer Boutai, bedankt voor dit gesprek. En ja... Ik moet u ook bedanken dat ik mijn mening mag uiten op de radio. Oké, bedankt. Mensen, dit is SME TV. Dit was een interview met onze Mighty Boutai. We zijn natuurlijk hartstikke trots op deze man. Tot zover deze reportage over meneer Boutai. En blijf u kijken vooral naar SME TV. Bij SME TV Surinamers anders bekeken. Vandaag gaan we kijken op een Serena-wooier in Eindhoven.
vragen Percy Tjonahi om officieel te openen. We hebben geen burgemeester, we hebben geen lokale burgemeester. We hebben Percy Tjonahi, die al 10 jaar hier met deze voyo bezig is. En hij kan ons meer vertellen dan wie dan ook. Applaus voor Percy Tjonahi. Mij is gevraagd om te vertellen hoe de ontwikkeling is geweest. Nou, ik zal maar beginnen met een paar dingen op te sommen. Ik heb iets opgeschreven, want het schijnt een beetje nodig te zijn om niks te vergeten. Op 12 januari 1989 werd dus Miboshi notarieel officieel opgericht. Het toenmalige bestuur bestond uit Paul Treurie, penningmeester, mevrouw Ellie Liawayou, secretaresse, die deed ze samen met mevrouw Roos Beretti. Ook toen deden we aan integratie. Mevrouw Beretti is namelijk een Indische. Kort na dit bestuur is er mevrouw Tel bijgekomen, Mieke Tel. En het idee van de Surinaamse markt, oftewel de Srenang Wowoyo, oftewel Srenang Wowoyo, is van haar afkomstig. Helaas is mevrouw Tel overleden. Maar ze was een geweldige secretaresse. En ik denk als we hier rondkijken dat we toch wel een beetje blij mogen zijn. En dankbaar dat we haar hebben bijgehad bij onze Srenang Wowoyo. Wij kijken nu naar een lege zaal en je kan je dus voorstellen hoe het in het begin van zo'n activiteit is. Helemaal leeg, er is nog niemand en alle standhouders vragen zichzelf af, hey, zullen er wel mensen komen? Middag duurt van pakweg 1 tot, ik denk, 1/2 uur. Na de eerste wojo bleek tot onze eigen verbazing dat de ruimte te klein was. Toen zijn we verhuisd naar de Ronde in de Tongense Straat. Daar hebben we tot 2 jaar geleden hebben we het daar gehouden. En ik moet zeggen, met heel veel plezier en ontzettend veel medewerking. Komen die mensen niet? En als we moeten zon hebben? Nou, we hebben alle twee en als een ding gaat in.
Bye.